Hey, hi there. Hello? What's your name? Scotty. Hi, Scotty. I'm Bob. Hello, Bob. What are you up to? What am I up to? Yeah, what are you up to? I see you standing over there. Is that your friend? Yeah, just you know, hanging out, you know, seeing where the night takes us, man. Amigos gaat over vijf mannen die uit de gevangenis komen en die een restaurant willen oprichten. En, ja, en iedereen heeft zijn verhaal en iedereen heeft zijn manier van doen en ze moeten overeenkomen om die restaurant te kunnen houden. Maar die restaurant was vroeger een bordeel en dat is van iemand anders, van iemand die hoger staat dan de rest. En wij zijn net uit de bak gekomen, dus we worden allemaal met één oog bekeken van fuck, stijgen. Het is heel spannend dus. Ja, nee, het is echt een hele coole reeks. Waar ik een crack addict speel. Gay? Ja man, ja. Dude, had je dat verteld aan je ouders? Ja, you've seen Minister Society, right? Yeah. Yo, I played that guy where he goes like, I'll suck your dick, man. Just give me the hamburger. XPLD, man. Het was echt een experience om te spelen. En nu is hij uit, momenteel in Philadelphia en in San Francisco. En dat was well received. Multiple filmfestivals ook genomineerd. En nu is die te zien in Amerika, dus ja, misschien als ik terug ga, dan nog een keer naar de cinema gaan. Ja. Kijk man, en voor mij, art is art. There are no limits. Yeah. There are no boundaries, snap je? Dus in en al vorm. Het is een opportuniteit. Ja, en je kunt daarmee alles maken wat je wil. Als ik daar iets zie staan die mee aanstaat, of dat nu modellen is, of als dat nu standbeeld is, of wat dan ook. En ik zeg van kijk, ik wil dat ervaren, ik wil dat zelf meedoen, ga ik dat ook doen. Dus ik zeg daar een model casting staan. I'm not a model, you know what I mean? I don't have the height of a model. Maybe I have a face of a man, I'm just kidding. Maar ja, nu... Ja, dus man, dus ik ben geweest naar die audities. Ze zeggen, ja kijk, heen en weer wandelen. Ik wist totaal niet wat dat meteen, snap je? Dit, dat, hoogte, ik wist daar niets van. Ik zei, ik ga gewoon mijn ding doen. Ja, ik heb dan die credit ook gekregen om dan met die, wat was dat? De Bryan Park City Tech model show mee te doen. Dat was ook een goede ervaring. Voilà. Excuses. Nee, Karel, doe wat je wilt, Karel, en dat is het belangrijkste. Mm-hmm. En dan ga je ook gelukkig zijn. Je gaat niet naar je werk gaan en zeggen van, oh nee, ik moet gaan werken. Mm-hmm. Ik moet om 5 uur opstaan, om 6 uur op de set te zijn, en om 8 uur 's avonds ben ik nog niet thuis. Mm-hmm. Dus, but I don't care. Mm-hmm. Stel je op een set staan, ik ga gewoon graag naar mijn werk. Ja, voilà. En dat is de max. Het is niet van, omdat je op een set bent, maar je moet gewoon graag je werk doen. En als zeker. Dat is als je een droom hebt, dan denk ik altijd, dan weet ik toch wel 100% zeker dat die droom is iets dat je wilt en niet dat het iets te dromen wordt. Dat je wat je ook al doet, dus don't make excuses, man. It's not tomorrow, it's not the day after tomorrow, it's the day, bro. What? Hey, boys, thanks for the interview. Yo, dames en heren. Thank you, bro. Hey, dude, one day we could look back and we could be like, yo, remember our first interview at Villa Bora, man?